zijn hier in Wezep voor het programma De Bloemengroet. We gaan naar de binnentuin. Die hebben ons een hele mooie, prachtige bosbloemen beloofd. Daar gaan we nu even naar kijken. Kom voor de bloemengroet. Jullie zouden een mooi bosje bloemen voor ons. Oh, mooi. Een bos. Ja, oh, prachtig. Laat zien, alle mooie kleuren inderdaad. Ja. Nou, hopen dat jullie iemand blij mee kunnen maken. Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Bedankt, fijne dag nog. Meneer, mag ik u wat vragen? Zeker wel. Ik heb hier hele mooie bosbloemen. Ja. Zou u iemand weten wie je blij kunt maken met deze mooie bosbloemen? Ach, ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, wel een hele mooie vraag. Ja, dat wel, ja. Dat wel. Ja. Iemand dat die zegt, nou, die kan wel even een opkikkertje gebruiken. Ja, we hebben er allemaal goed bij ons woonde familie, maar verder voor de rest dan. Nog geen kennissen, buren, het moet wel een wezen zijn. Ja. Ja, ik heb wel een buurvrouw die is pas geopereerd. Of twee mensen die wonen ook bij mij in de Schapendrift. Ja, dat komt wel, hè? Die, ja. Die mensen die kunnen, die zijn erg ziek, die kunnen niks meer beginnen. Oh, die kunnen wel een mooi bloemetje gebruiken, denk ik. Dat dacht ik wel, want die zitten de hele dag zitten ze thuis. Zijn al oude mensen. Ja, wilt u dan wel eens meegaan om de bos bloemen weg te brengen? Ik gewoon nu nieuws. Ja, gewoon nu nieuws. Gaan we mee? Ja, ik ben een platen, dus dat blijft er altijd in, hè? Ja, oh, het is jammer dat Ruud geeft, want die kleine kinderen, die kunnen ons daar niet meer, plaat praten. Maar, ja. Zullen we dat doen? Ja, ik vind het goed. Ja? Ja. Ja, we zijn nu in de Schapendrift in Wezep. Waar gaan we precies heen? Naar de heer en mevrouw Scheffer. Naar de heer en mevrouw Scheffer. Nou, we wonen hier op de hoek, dus ja. Ik overhandig u vast de bloemen. Zo, en dan kijk als ze thuis zijn, het zal vast wel, hè, denk ik. Ja. Mensen op leeftijd? Ja, die willen wel in de tachtig. In de tachtig? Ja. Zo, goeie bel. Ja, dit goed. Ja, altijd goed. Hoe heet die mevrouw? Ik geloof van Gerrie. Ja. Goedemorgen. 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 We zijn van de Loco, het programma De Bloemengroet. Kan hier een bewoner naar voren komen of gaat dat moeilijk? Of moeten wij naar binnen gaan? Ik kom maar binnen. Ja, kan dat? Ja, natuurlijk. Ja? Ik kom voorop maar binnen. Goed de voeten vegen. Oh, is hier lekker warm? Ja, het is hier prima. Hier wonen de heer en mevrouw Scheffer. En Jurnie Knaagman, goedemorgen. Morgen. We zijn hier van de Bloemengroet, van de Loco. Dat is zo. Lekkere muziek. Heerlijk. Echt waar? Ja. Ja, hij had mijn Loco eraf gedrukt en dan moest ik zelf zoeken. Maar ik kon door niet goed vinden. Ja, en we kwamen deze meneer onderweg tegen en die, nou ja. De heer en mevrouw Scheffer. Ja.
En kunt u nog even vertellen waarom u die bloemen aan de heer en mevrouw Scheffer wil geven? Nou, om die mensen die zijn al op leeftijd en die markeren altijd waar. En, ja, dat vind ik wel een mooi gebaar, dacht ik. Mooi. Tenminste voor de loco en voor mezelf ook. Ja. Ja, het nou, zijn aardige mensen, nou, dus je bent altijd welkom hier. Ah, mooi. Ja, ja. Is welkom. Ja. Ja. Nou, mag u de bos bloemen overhandigen? Nog, hè, alstublieft. Ah, vriendelijk bedankt, buurman. Ja. Goh, dat vind ik mooi. Ja, komt wel goed, ja. Nou, goeie actie, hè? Ja. Dat had nooit gedacht. Nou. Vriendelijk bedankt. Ja, kan ik, hè? Ja. Nou, maar dat geeft niet. Nee. Zet ze maar mooi op de vaas neer en geniet er maar lekker van. Bedankt, hoor. Hij is er emotioneel van. Ja. Ja, ik zal even, meneer. Kijk eens. Kijk eens, meneer Scheffer. Dat is een mooie, hè? Dat is een mooie. Ja, hè? En dankzij die... Schat. Oh. Een schat van Sietje. Mooi, hè? Ja. En dankzij die meneer. Die zei direct van, ik wil een mooi echtpaar. Ja, ik wil praten. Bedankt, hè. Ik ken hem wel. Vergeet je nou niet meer, hè? Ja.